Dag beste kijkers, ik ben Jonas Geirnaert en namens de Tuut van Tegenwoordig heb ik een boodschap voor jullie. Het is zo, in een ideale wereld heeft niemand last van oorsuizen en daarom heeft de wetenschappelijke wereld mij aangesteld als expert op vlak van de problematiek van gehoorsbescherming. Waarom hebben ze mij dat gevraagd? Omdat ik een ervaringsdeskundige ben. Ik heb zelf namelijk twee oren, dus hier is mijn rechteroor. En ergens aan mijn hoofd, wacht ze. Allee, fuck. Hier, ja, voilà, hier. Dat is mijn linkeroor. Dus ik kan met die beide oren horen. Dus vind ik wel dat ik terecht aangezocht ben als ervaringsdeskundige om daar iets over te zeggen. Nu, vroeger had ik een heel eenvoudige oplossing tegen te luide muziek. Als ik bijvoorbeeld naar een fuif ging, dan had ik altijd zelf mijn koptelefoon op en ik zette het volume op 600%, dus het volume van mijn eigen mp3-speler, zodanig dat alle muziek die daar buiten nog was, werd gewoon overstemd door het kabaal dat ik in mijn twee oren aan het blazen was met die koptelefoon. Ik heb die oplossing ook voorgelegd aan de wetenschappelijke wereld, maar zij vonden het, ik weet de juiste formulering niet meer, absoluut ongeschikt of onverantwoord, iets in die trend. Dus dat was niet goed. Maar ik heb me er nu in verdiept en ik heb een paar andere oplossingen bedacht om de problematiek van gehoorbescherming aan te pakken. Voilà. Waar kunt je oren mee beschermen? Dat is om te beginnen een fazant. Voilà, een fazant. Hier is nog een fazant. Ja, ik zie die beesten heel graag bezig. Je hebt er minstens twee nodig. Ook niet te diep in je oren steken, want dan worden die beesten agressief. Dus minstens twee fazanten, één voor elk oor. Meerdere fazanten uiteraard als je wegwerpfazanten gebruikt. Een tweede middel, dat is het censuurpapier van de ideale wereld. Ja, het is zo. We hadden eigenlijk eerst die censuurdekentjes ontworpen om die ook in je oren te steken, maar die waren een beetje te groot uitgevallen, dus daarmee was dat niet zo heel geschikt. Maar dus is het nu censuurpapier geworden. Zeer bruikbaar tegen gehoorschade. Ten derde, deze helm met zwembril. Dat is een heel modieus item. Je moet wel zeker zorgen dat er dempende oorflappen aanhangen, want anders heeft dat natuurlijk niet veel zin. Onderzoekers hebben ook ontdekt dat het vooral geschikt is voor onderwaterfuiven, omdat onder water wordt het geluid nog een beetje meer gedempt en zijn er ook minder mensen die kunnen zien hoe belachelijk dat je eruit ziet. Dat is wel een pluspunt ook. Een vierde oplossing, dat is het grote Kabouter Wesley-boek. Dat is echt perfect om zo over je hoofd te hangen, om je te beschermen tegen het overtollige lawaai. Het is een beetje groot uitgevallen, dus nogal moeilijk om te transporteren. Maar daarom hebben we ook een zakformaat ontworpen. Dus als je daar twee van koopt die je zo tegen je oren zet, dan ben je ook perfect beschermd. Ik vind persoonlijk, het is niet omdat we hier in een sensibiliseringsfilmpje zitten, dat ik niet schaamteloos reclame mag maken voor mijn eigen producten. Het grote kabouterwesley-boek, kleine kabouterwesley-boek, alle twee nog te koop in de betere boekhandel aan sterk verminderde prijzen. En de vijfde oplossing is deze, een afschrikwekkend fluohesje waarop staat: blijf uit de buurt van mijn oren, vuile decibels. Dus als de decibels het nu nog niet weten, of als ze de boodschap nu nog niet doorhebben, dan weet ik het ook niet meer. Voilà. Dat waren de vijf oplossingen. Als die dingen allemaal niet helpen, dan is de laatste stap dat je kunt naar de organisator gaan van het evenement waar de te luide muziek staat. En je zegt gewoon van: kijk, ik ben zeker dat je muziek nu hoorbaar is tot bij de hoofdzetel van Sabam. En dan gaat ofwel de organisatie het spontaan een beetje stiller zetten, ofwel komt Sabam het wel doen. In alle geval, dan is het ook opgelost. Als je nog handige tips moet weten over gehoorsbescherming, dan mocht je vanaf morgen gaan naar detuutvantegenwoordig.be. Dus zeker doen. Want anders hebben we dat filmpje hier voor niks gemaakt. Dat zou ook wel stom zijn, hè?